Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, organiseert in verband met haar 125-jarig bestaan op 1 oktober een aantal activiteiten. Algemeen directeur Raj Jatanan Singh wil dit bijzondere jaar niet in stilte laten voorbijgaan, omdat Suriname over slechts 1 psychiatrisch centrum beschikt. Hij zegt dat het PCS in 125 jaar enorm is gegroeid. Waar de dienstverlening begon in houten gebouwen, daar staat nu een ultramodern gebouw van internationale standaarden. Om dit jaar speciaal te maken worden het hele jaar door activiteiten ontplooid die met het bestaan van het centrum te maken hebben. Er is reeds een organisatiecommissie ingesteld, zegt Jatanan Singh. Er komt sowieso een stukje een wetenschappelijke presentatie weer. We hebben de laatste gehad vorig jaar oktober en dat was toen suïcide preventie. En dit jaar gaan we dus weer een paar hele mooie onderwerpen etaleren. Er is ook gevraagd naar een bonte avond die we ook gaan doen. Er zal ook een wandelloop zijn. Er zullen ook voor het personeel zullen wat activiteiten zijn. Voor de cliënten die hier bij ons wonen in het park zullen er ook weer wat kleine activiteiten zijn. En natuurlijk moet je ook een receptie er tegenaan hebben om al diegenen ook uit te nodigen met wie je dit heel lang hebt moeten trekken. In welke richting zit de psychiatrie in Suriname naartoe gaan? Ook de psychiatrie is in beweging. PCS is al een poosje bezig met hele zware acties op de preventieve zorg. Dat is dat wij dus cliënten ook laten behandelen die ver afgelegen wonen van PCS. Dat men niet per se hier naartoe meer hoeft te komen, maar dat de behandeling zeg maar in de huissituatie kan worden uitgevoerd. Een ander vraagstuk dat bijzonder veel aandacht zal krijgen is de zwerversproblematiek, zegt de PCS-directeur. Het centrum zal een aantal shelters opzetten waar dak- en thuislozen kunnen logeren. Ik moet zeggen, dat zwerversvraagstuk is ook heel erg apart. Men denkt dat zwervers graag hier bij ons willen komen wonen. Dat hebben we natuurlijk ook wel geprobeerd. En een deel was in de kortste keer ook al weg, omdat de regels die gelden in het psychiatrisch ziekenhuis ook niet voor hun zo makkelijk zijn te volgen. Maar goed, wat we gaan doen, wat we hebben afgesproken met Volksgezondheid, dat wij een heel uniek project, volgens mij is het zelfs uniek voor het Caribisch gebied hoor, maar dat is een project die ook in het buitenland wordt uitgevoerd met zwervers, dak- en thuislozen heet dat vroeger, is dat we een aantal locaties in de stad, rondom de stad gaan identificeren, waar wij ze begeleid gaan laten wonen. Begeleid wonen. En dat zal geschieden in shelters. We noemen het shelter omdat het een locatie is waar de personen voor een aantal keren per week kunnen logeren, kunnen verblijven. En dat zal met een stukje begeleiding ook wel gaan. En misschien ook een stukje resocialisatie, zodat ook hun met de restcapaciteit wat ze nog hebben, ook iets kunnen doen om voor zichzelf in stand te kunnen houden. Raj Jatanan Singh, algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, over de activiteiten die zullen worden georganiseerd in verband met het 125-jarig bestaan van het centrum op 1 oktober.